Het was behoorlijk druk woensdagmiddag in het Stevenspark in de Leidse Stevenshof. Kinderen uit de wijk konden namelijk de strijd met elkaar aangaan op een sweeper. Een sweeper is een luchtkussen met ronddraaiende balken. Dan moet je dan springen als hij dichtbij je komt. En als je er niet overheen springt, dan val je eigenlijk. Als je er afvalt, dan ben je af en dan moet je weer achterin de rij. De sweeper is neergezet door Samen Ondernemend Leren, ook wel bekend als SOL en Inclusio, die in de zomervakantie vermaak bieden voor de jongste inwoners van de wijk. Ik denk dat het als kind, het kan heel makkelijk zijn om jezelf te vermaken, maar het kan ook heel lastig zijn. En hoe leuk is het dan als er elke dag 1 of 2 activiteiten in de buurt zijn waarin je vrij bent om mee te doen als je verveelt en het leuk vindt. En zo niet, dan hoeft het niet. Als het aan SOL ligt, hoeven de kinderen zich deze zomervakantie in de Stevenshof niet te vervelen. Aankomende 6 weken hebben we elke dag ongeveer 2 activiteiten. Ik weet het allemaal niet uit mijn hoofd, maar we hebben bijvoorbeeld elke woensdag hebben we zaalvoetbal. We gaan 2 keer gaan we met de kids naar de Vlietlanden. Daar heb je ook zo'n soort iets, maar dan op het water met allemaal van die hindernisbanen. We gaan met ze barbecuen, dat soort dingen. Dus er is genoeg te doen. Het volledige programma voor de zomervakantie is te vinden op de website van SOL.